Hallo, Robert Benninga hier met een nieuwe editie van Mindpower TV. Vandaag heb ik het grote genoegen, en je ziet hem al zitten, dat we Peter van Lindonk te gast hebben. Peter, enorm bedankt dat we met jou vandaag een kwartiertje mogen praten. Heel leuk, wij vinden het ook leuk. Ja. Goed zo, fantastisch. Peter, ik heb jou gegoogeld, zoals velen, en het is buitengewoon indrukwekkend en enorm stimulerend. Mag ik beginnen jou te vragen, wat is eigenlijk jouw diepere missie? Waarom doe jij allemaal wat je doet? En we komen zo wel op terug wat je allemaal doet. Maar wat is jouw diepere drijfveer? Ik ben nog nooit bij een psychiater geweest. Maar als ik daar kom te liggen, dan zal die absoluut vragen naar mijn familie. En vragen naar mijn grootvader die dominee was. Die ik niet heb gekend trouwens, want die was al overleden toen ik heel klein was, maar ik wil toch ook wel een beetje preken. Maar daarboven hangt nog, ik wil betoveren. Dat is eigenlijk wat ik wil. Je wil betoveren. En ja. Hoe past dat met jouw eerste grote deel van je carrière, was zo'n 48 jaar uitgeverij. Klopt. Wat is de tovenaarskunst in uitgeven? Dat is een boek maken. Wij maakten boeken en een beetje aanverwant ook, jaarverslagen, weet ik wat. Maar een boek maken waarmee een opdrachtgever, al die boeken waren in opdracht van iemand gemaakt, dat was dus niet voor de boekhandel. Uh-huh. En de opdrachtgever die wilde iets. Die wilde een feest vieren, of die wilde zeep verkopen, of margarine verkopen, of die wou de bijkorf, die wou mensen naar zijn winkel trekken. En wij betoverden mensen middels het boek om dat te doen. Okay. Daar hebben we er dus zeg maar een kleine 700 gemaakt in die tijd. Wauw. Wat is de reden geweest dat je er toch geen moment mee gestopt bent? Ja, ik had heel lang gedaan, dat punt 1. Ik had bovendien, dan heb je toch heel veel ideeën die je hebt, en we hebben echt heel veel gekke dingen gedaan, die heb je toch wel een keer ergens kunnen realiseren. Uh-huh. En inmiddels deed ik iets anders, en je kan niet alles tegelijk. Ik had al een 60-uurige werkweek, en met plezier trouwens hoor, want ik werk niet, zeg ik altijd, maar ik heb nog nooit gewerkt, ik heb eigenlijk altijd vakantie, maar het werd toch te dol. En toen hebben we gezegd, nou die boeken, dat moet iemand anders gaan doen. Dat doet Elise de Bres nu in Amersfoort. En, want ik deed al 3-4 jaar inmiddels wat anders. En dat is Pink. Pink met een C. Ja, dat is in 2000 begonnen, begrijp ik. Klopt. Daar gaan we meteen eventjes naartoe. Jij sprak 2 jaar geleden op TEDx Amsterdam. En ik hoor nogal wat mensen, ik ben een paar keer bij je geweest. Ik vind het iedere keer buitengewoon indrukwekkend. Toch hoor je nog steeds mensen zeggen, ja, hij heeft dat een beetje van TED gejat. En ik weet dat daar een ander verhaal achter zit. Zou je dat met ons willen delen, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Ik krijg, nou, je bent niet de enige. Ik krijg zeker 1 keer in de week van iemand een mailtje. En die zegt, weet je waar jij eens naar zou moeten kijken? Misschien heb je er eens van gehoord, dat is TED. Ja. En dan zeg ik, ja, daar was ik toevallig in 1997. Uh-huh. Echt, bij de echte TED. Er was nog geen TEDx, er was ook geen internet. Ja, er was wel internet, maar niet voor gewone mensen zoals jij en ik. Uh-huh. Dus ik was bij toeval op TED terechtgekomen. Mijn hele leven bestaat ongeveer uit toeval en intuïtie. Ja. Heb het vaker verteld. Ik koop altijd, misschien jou ook wel, ik koop altijd als ik in het buitenland ben, op een vliegveld of in een stad, koop ik 1 of 2 of 3 tijdschriften die me niet interesseren. Ja, mooi. En die lees ik dan ook echt van A tot Z. En waarom doe je dat als je eenmaal onderbreken? Waarom wat je niet interesseert, waarom doe je dat? Omdat ik dan in een wereld kom die de mijne niet is. En mijn eigen wereld ken ik natuurlijk wel aardig. Maar ik heb niks met voetballen of niks met Harley Davidson's of weet ik wat. Maar als ik het Harley Davidson blad lees en ik zie wat die mensen, dat zijn allemaal maloten natuurlijk, die van die motor houden. Dan lees ik en zie ik dingen die ik anders niet zou zien. En dat, zo vond ik in Chicago op een vliegveld een blad. Dat was toen net uit, dat wist ik niet. Ik was denk ik de eerste subscriber ook, misschien wel in Europa. Dat heette Fast Company. Dat is ken je het? Ja, fantastisch. Ja, fantastisch blad, nog steeds. Het is een beetje, het is een paar keer overgegaan in andere handen. Het is niet meer de kracht van in het begin, maar het is nog steeds een topblad. En daarin stond een advertentie voor een congres in Monterey in Californië. En daar stond bij verteld dat er 50 sprekers kwamen. En ik kende alleen maar saaie congressen waar 5 sprekers waren en dan 1 leuke en dan een tasje. En toen dacht ik, 50 sprekers, dat kan toch niet? En ik kende van die 50, kende ik er ook een heleboel. Ja, niet persoonlijk, maar van naam. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat is dat voor waanzin? En toen ben ik daar gaan contacten, faxen toen nog. Ja, er was nog geen internet. Ja. Dus. En ik heb gefaxt, kan ik erheen, nou een heel gedoe. En toen ben ik erheen gegaan. Het kostte een berg geld. Was totaal onverantwoord. En
Nelke, mijn vrouw en ik zei toch, we gaan, we voelen aan ons water dat het iets is. En ik was daar 2 minuten binnen en ik wist, ik zit op een pareltje. En dat is ook zo gebleven. En toen heb ik tegen die man, die eigenaar, die heeft het later verkocht, Richard Wurman, en die zei ik, laten we dat samen doen. Ik vind dat zoiets bijzonders. En toen zei hij, I'm not interested. Do it yourself. En toen dacht ik, ach, waarom niet? En toen ben ik Pink begonnen. En dat heeft natuurlijk, zeker in het begin, wat TED-achtige trekjes gehad. Er was ook nog geen dergelijk congres in heel Nederland. We waren daarmee de eerste in 2000. En wat is dan, Peter, dat TED-achtige of Pink? Dus zijn dat de korte tijden dat mensen spreken, net zoals wij dit nou doen? Of wat is nou de... Je zei, je vond een pareltje. Wat was dan dat pareltje? Het pareltje, in eerste instantie was het pareltje het publiek. Ja? En niet de spreker. Het was de eerste keer dat ik was op een horizontaal, noem ik het maar, congres. Dat was dus niet alleen voor kapsters of bankiers of reisbureaumensen. Hmm. Maar het was voor iedereen die open stond voor wat nieuws. Uh-huh. Dat had ik in mijn hele leven nog nooit meegemaakt. Ook in heel Europa niet. Uh-huh. Gezien dat het er was. En toen dacht ik, dat is nieuw. En daarbij kwam wat je zegt, die hele korte spreektijd. Want onze sprekers op congressen waren natuurlijk altijd anderhalf uur aan het woord ongeveer. Ja. Ja. En hier had je die hele korte impressies. En interesseert het je, dan ga je maar je later erin verdiepen. Het is net als zo'n rondrit door de stad, hè, in zo'n rode bus. Ja. Ja, als je het straatje leuk vindt, dan ga je de volgende stop dag naar terug. Ja. Dat was eigenlijk het TED-achtige. Dat hebben we er ook ingehaald. Oké. Okay. Pink.nl, hè? Volgend jaar mei zijn nog plaatsen vrij, heb ik begrepen. Hartstikke goed. Ieder jaar in mei trouwens. Pink met een C, niet Pink met een K. Waar staat het voor? People, ideas, nature en creativity. Dat zijn de 4 pijlers waar Pink op rust. Oké. Okay. En kan je iets taal daaraan toevoegen? Waarom die 4? Waarom die 4 letters? We hebben ontzettend lang gezocht toen naar een naam. Toen hebben we ons gewoon op een grote felle papier geschreven. Waar gaat het nou eigenlijk over? En als je alleen praat over ideeën, dat is het niet. Alleen mensen helemaal natuurlijk niet. En toen hebben we de creativiteit kwam erbij en toen hebben we toch ook die natuur erbij gehaald. Natuur is een hele belangrijke bron. Niet alleen die tijger die je ziet op een mooie film van National Geographic of zo. Uh-huh. Maar de natuur heeft een enorme inspiratie voor de mens. En daarom zijn die 4 bij elkaar gekomen. Oké. Okay. Het is onvoorstelbaar de kwaliteit van sprekers die je iedere keer bij elkaar brengt. Zo bekend als niet bekend, maar inderdaad die paaltjes. Wat doen jij en Nelleke, jouw vrouw die je al even noemde, wat doen jullie nou dat je die mensen overhaalt om naar ons kleine landje aan de Noordzee te komen? Met enthousiasme ze uitnodigen, dat is 1. Mm-hmm. Er zijn ook wel eens een hele enkele die komt niet. Mm-hmm. Soms kunnen ze gewoon niet, dan houdt alles op. Als ze zeggen, ik geef lessen in Australië in die tijd, dan kan het niet. Maar een hele enkele zegt, ik kan alleen maar mijn verhaal doen in een uur of meer. Nou, dat kan dus ook niet. Nee. En er is een hele enkele die zegt, ik wil $40.000 hebben. En dat hebben wij weer niet, dus dat kan ook niet. Maar de meeste zeggen ja, gelukkig. En de leukste zeggen ook heel snel ja. Maar goed, enthousiasme, maar daar zit nog wat meer onder. Hè? En theos, hè? In het goddelijke, hè? Vanuit de bron. Ja. Maar wat is het meer? Want je kan iets heel enthousiast vertellen, maar daar komen ze nog niet. Het meer is natuurlijk ook gegroeid. De eerste keer was het natuurlijk moeilijker. Inmiddels kunnen we laten zien wie er bij ons gesproken hebben. Daar hebben we dus ook een lijst van voor die mensen en een mooi folder. Dan zien ze wie hun voor zijn gegaan. En dan denken ze, nou, dat is niet 3x0 wat daar gebeurt. Nee. Dus je bent een instituutje geworden. We staan op een lijst in Amerika, zag ik vorig jaar, van de 10 meest inspirerende congressen ter wereld. En daar stonden wij op plaats 8. Nou, daar was ik best trots op. Fantastisch. Dus je bouwt iets op. Zeg, je gaat gewoon door, hè, in deze tijden. Hè? Crisis, zegt iedereen. Wat is dat crisis voor jou en voor Pink? Ja, ook voor ons. Iedereen. Degene die zegt dat hij er geen last van heeft, die liegt, denk ik. Maar crisis is ook een kans. Dat is ook allemaal van die clichés. Robert, jij weet het beter dan wie ook. Maar het dwingt tot creativiteit. Uh-huh. Want als iedereen zijn prijs naar beneden doet, of het nou een fiets is of een vakantiereis, dan is daar een eind aan. Op een gegeven moment is iedereen heel goedkoop of wat dan ook. En dan zou je creatief moeten zijn. Hoe ga ik mijn product of dienst toch in die markt krijgen? En dan wordt het creativiteit. En dat is precies ons product. Dus eigenlijk is het ons op het lijf geschreven. En we bedenken nu ook dingen, de laatste paar jaar, nu we natuurlijk wat last hebben,
hoe kunnen we toch nog een sponsor vinden? Want ze haken natuurlijk af. Dan hebben geen grote bedrijven. Ja. Ja, schatje rijk. En die zeggen, ja, ik kan niet betalen. En een gezeur. Of ze willen het niet betalen. En dan denk ik, nou, dan bedenken we iets anders. En dat doen we ook. En gelukkig met succes. Fantastisch, dat blijkt ook. Het is even een zijsprongetje als het mag. Ja. Je bent heel lang geleden ook begonnen met stalspreekmeester. Zeg ik dat goed? Nee, zeg je helemaal. Spreekstalmeester. Nu zeg je het. Grappig excuus. En Kees van Lint is een hele goede vriend van me. En ik ben altijd ieder jaar bij het circus. En wat doet dat jou? Waarom ben je daar zo helemaal vol van? Dat je dat 2, 3 en soms 4 keer per dag dat doet. En deed daar. En soms op een hele speciale uitnodiging nog maar eens een keer dat doet. Wat is dat voor jou? Omdat, en dat was jouw eerste vraag in dit hele gesprek, wat houd je nou eigenlijk bezig? Dat is dat betoveren. En dat is circus. Circus is niks anders dan een tentje op een weilandje zetten. Er zijn ook hele grote mooie circussen natuurlijk. En Carré, waar ik werkte, was er zo een. Maar dat is een tentje en er komen wat paarden en een clown en een olifantje en een dit en een meisje in de nok van het circus. En die maakt, vooral kinderen, maar ook grote mensen, maakt die gek. Ja. En dat is precies mijn ding. Mensen betoveren. Er komt een man binnen en die houdt 6 balletjes in de lucht. En dan zeg je, nou, en dan? En zeg ik, ja, en dan? Dat is het. En dat is het mooiste wat er is. Mensen de illusie brengen. Prachtig. Zo, je schreef een boek over creativiteit. Hè? Het hart zit in het midden. Ja. Ik heb het destijds van je gekregen, met veel plezier gelezen. Allemaal strepen op de kaft en dan het hart in het midden. Ja. Daar zat een verhaal achter en dat vind ik zeer intrigerend. Wil je dat met ons delen? Waarom heet het hart zit in het midden? Bedoel je achter het boekje of achter de titel? Beide. Nou, het boekje was heel simpel. Ik liep al een hele tijd en mensen zeggen natuurlijk altijd, je inspireert ons zo en weet ik wat. En daar ben ik ook heel blij mee. En dan zei ze, waar haal jij nou je inspiratie vandaan? Waar haal jij je sprekers vandaan? Hoe kom je aan ideeën? Hoe doe je dat? Nou, dat heb ik natuurlijk allemaal een beetje verzameld in mapjes en laadjes. Ik ben een gigantische verzamelaar. Ik heb echt duizenden knipsels en dingetjes. En daar heb ik een boekje uit gemaakt. En die titel, ja. Als je daar net naar vroeg, die is van een meisje van 11 jaar. Een van die boeken, toen ik dus nog uitgever was, was een boek voor de bloemenveiling in Aalsmeer. Mm-hmm. En er was een man met een heel groot ego en die wou een mooi boek. En toen heb ik een heel groot boek gemaakt. Dat vond hij ook prachtig. En toen hebben we alle 1800 kinderen in Aalsmeer in de 5e en 6e klas toen nog, er waren nog geen groepen, die hebben eraan meegedaan. Die staan ook alle 1800 achterin dat boek genoemd. En toen heb ik een werkloze juffrouw, schooljuffrouw gehuurd. 2 maanden en gezegd, ga jij nou eens met al die klassen aan de gang om hun creativiteit te gebruiken. Dus niet alleen een mooie tekening maken of zoiets, maar hun creatieve denken. En onze designers maken er dan wel wat van. Dat is Lava, de sponsor nu ook trouwens van Pink. Maar die hebben daar toen een prachtig boek van gemaakt. En toen was er, een van die opdrachten was heel leuk, aan een klas. Schrijf eens in woorden op, wat is een bloem? Mm-hmm. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Want als ik jou dat vraag maar om in je omgeving van de week een keer. Schrijf eens op, wat is een bloem? Dan worden mensen heel zenuwachtig. Want dan zeggen ze, ja, het groeit. Dan zeggen ze, ja, maar een boom groeit ook. Uh-huh. Ja, dat is heel ingewikkeld. En schreef allemaal kinderen allemaal verschillende dingen op. En 1 meisje schreef, het hart zit in het midden. Wow. En dat is voor mij, ja, dat is zo mooi. Dat is echt zo ontzettend mooi. Dat is literatuur en dat meisje, we hebben dat geprobeerd om dat meisje weer te vinden. Uh-huh. Met kranten in en rond als meer en televisie zelfs. Want ik wou haar natuurlijk het eerste exemplaar van het boek geven. Maar die hebben we nooit meer gevonden. Ze moet nu 25 zijn of zo. Maar, nou, wie weet door dit interview dat iemand dit hoort en de link kan leggen. Je weet maar nooit. Je weet maar Het kan zelfs zijn, Robert, dat ze het zelf niet meer weten. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Zeg, het hart zit in het midden, hè? Ik lees jouw blog en alles wat gaat is met Peters reis naar de nieuwe wereld. Hè? Ja. Op de site petervanlingdonk.tumblr.com. Want eind overigens staan al die sites rustig op een rijtje, hoeven ze niet te herhalen. Maar vertel eens iets over jouw hart in die reis naar de nieuwe wereld. Wat is daar gaande voor jou? Ja, dat is heel recent. Je hoort iets helemaal nieuw. Dat is 2, 3 weken misschien inmiddels aan de gang. Mm-hmm.
Ik heb altijd van die nieuwe media geroepen, dat is niks voor mij. En dat LinkedIn, dat is niks. En mijn zoon zei, moet je ook niet doen, daar word je gek van. En de mensen hier die bij ons werken, zei ook niet doen. Daar ben je allemaal veel te oud voor en te onhandig, weet ik wat. En dat heb ik ook allemaal niet gedaan. Ik ben wel gaan twitteren, moet ik zeggen. Dat vond ik, maar dat is ook heel makkelijk. Maar ik denk, daar begin ik niet meer aan. En toen langzamerhand ontdekte ik, iedereen had het over de nieuwe media. We kunnen niet meer zonder de nieuwe sociale media. Maar ik ontdekte dat er niet alleen nieuwe media zijn, maar een nieuwe wereld. En de druppel, twee druppels. Eén was Bruce Willis, las ik in de NRC 4 weken geleden. Die was helemaal door het lint gegaan toen hij ontdekte dat de muziek op zijn laptop, veelal bij YouTube gekocht, bij Apple gekocht, ja, dat hij dat niet bezat. Dus hij zei, als ik er niet meer ben, gaat het niet naar mijn kinderen. En toen zei ze, nee, je mag dat gebruiken. Mm-hmm. En toen realiseerde ik me opeens dat ik uit een generatie kom waar wij alles willen hebben. Alles moet bezitten, hekken eromheen en honden en boeken willen we hebben. En er is nu een generatie die leest een boek op een e-reader en die zegt, ik wil het lezen, ik hoef het niet te hebben. Ja. En nou, zo kwamen er een aantal dingen. En daar was een meisje, maar dat zie je ook op die site, Viola Welling. En daar was ik op bezoek, daar zou ik een uurtje langs gaan, daar ben ik 3 uur geweest. En toen heb ik gedacht, ik gooi het helemaal om en ik ga wel die nieuwe wereld in. En daar ben ik nu aan het intrekken. En ik moet je zeggen, een waanzinnig spannende reis. Ja, leuk. Alle kanten hulp, gelukkig. Dit is er één van wat we nu doen. Ja. Oh, het is mijn eerste Skype-gesprek. Je doet het fantastisch, man. Ik vind het allemaal even spannend. Ja. Zo gaan we alle kanten op. Het vliegt links en rechts. Ik zit op al die media nu. Ik ontmoet iedereen. En ik ontdek dat er een nieuwe manier van denken is. De jeugd denkt zo totaal verfrissend en nieuw. En dat geeft mij een enorme energie. Mooi. Zet door alle media, door alle tijden heen, is eigenlijk storytelling is iets, zolang als een mens op deze planeet loopt, worden er verhalen verteld. Ja. Daar heb je ook echt iets mee. Storytellersforyou.com, wederom, zat straks in de outro, staat dat te rustig, is ook een activiteit van Nelleke en jij. Vertel daar nog eens even iets over, als je wil. Nou, dat is eigenlijk ook al zo'n nieuwe manier van denken. Ik heb altijd geroepen, mensen kwamen dan op Pink en die zagen allemaal fantastische mensen voorbij komen. En dan belden ze de volgende dag, kan ik die krijgen? En die, we hebben een bijeenkomst met de aandeelhouders en dan geef mij zo'n spreker. Ik zei, nee, het is niet een winkeltje. Je koopt mij een hele auto en niet losse onderdelen. Mm-hmm. Ik wil wel meedenken aan zo'n heel evenement. Niet omdat ik dat, maar dat was weer dat oude denken van alles willen. En opeens zei, we zijn ook gek op, waarom zou ik niet die mensen helpen? En dat geeft weer, ook daar weer, hele nieuwe ingangen. En nu helpen wij mensen die een heel eigen plan hebben voor iets, mm-hmm, maar die zeggen, er ontbreekt iets. Ja. En nou, dan leveren wij dat ontbrekende schakeltje. En wat is dan vaak dat ontbrekende? Kun je dat soort van... Nou, vorige week vrijdag, de accountantsdag, hier in Amsterdam in de RAI, daar zitten dan 1200 accountants één keer per jaar bij elkaar. Ja. En toen zei ze, er ontbreekt nog iets. En toen heb ik Bas Heijnen daarvoor gesteld, dat is de columnist uit de NRC. Ja. Is nul en niets met geld en accountants en alles te maken. Maar die heeft weer verteld over kijken naar de wereld. En dan zie je, ik zat in die zaal om mee te luisteren en dan zie je ze ook in het begin een beetje vreemd kijken, wat moet menneke hier? En opeens ontdekken ze dat er behalve die hele geldwereld, dat je ook nog op een heel ander oog naar de wereld kan kijken. En dat soort dingen. Fantastisch. Ja. Als je dat, we zijn al lekker over een kwartiertje heen, maar dat geeft niks, we gaan zo lekker afronden. Dus als je nou dat allemaal optelt, en woorden zijn traag en hebben veel ruimte nodig, maar wat zijn nou de belangrijkste dingen die het leven jou geleerd heeft? Blij zijn met wat je hebt. Mm-hmm. Het woordje te, dat leerde wel op school, hè? Dat leerde me ook mijn moeder al. Te is niet goed behalve tevreden. Hè? Ja. Leven met wat je hebt en kan en daar genoegen en geluk uit putten. En niet jagen op dingen die niet van jou zijn. Okay. Mooi, 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 mooi. Laatste vraag voor vandaag, Peter. Ja. Als jij een toverstokje zou hebben en je zou op dit moment de wereld aanraken, wat zou er dan gebeuren? Ja,
dan krijg je ook weer van die obligate cliché-antwoorden. Eerst natuurlijk vrede en geen oorlog. Ik zie net beelden uit Syrië voorbij komen. Je wil niet weten wat daar weer gebeurt. En als je het in het groot kijkt, zeg je natuurlijk vrede en noem maar op. En om je heen mensen weer met plezier laten leven. 57% stond in de krant 2-3 weken geleden van de mensen in het werk zijn ontevreden, vinden het vreselijk om naar die baas te gaan. Daar moet je toch niet van dromen dat je nog 30 jaar moet. Ja. Ik werk elke dag met plezier. Echt elke dag. Ik heb nog nooit een dag zonder plezier gewerkt. Ja. En als je dat weer kan bereiken, en dan kan je je trainen en je kan je jezelf ook toezetten. Nou, als je dat bereikt, dan ben je zo'n end verder. Dan ga je niet 8 uur naar een chef toe. Dan ga je 8 uur lekker mooie dingen maken. Dus als je zegt, je kan het trainen, toch nog één vraagje, omdat je dat triggert nu. Ja. Welke tip heb je dan aan die 57% die eigenlijk iets doen waar ze niet echt zin in hebben? Kijken niet naar de, ook dat weer allemaal clichés natuurlijk in zo'n kort termijn, maar kijken naar het half volle glas en niet naar het half lege. Niet alleen maar zien wat die ander heeft en jij niet, maar ergens iets van maken. En er zijn allemaal trucjes voor. Nou, jij kent ze beter dan wie ook. Mensen weer zorgen dat als ze 's morgens in die auto stappen. Files. Heel Nederland wint zich op over de files. En als je dan vraagt hoe lang heeft die file geduurd, dan is dat, ik geloof, 9 minuten zijn ze later op hun werk. Waar hebben we het over? Ja. Sta je 9 minuten eerder op? Heb je nergens last van? Of geniet van mooie dingen in de auto. Precies, ja. Peter, ik wou je enorm bedanken namens iedereen die hier gekeken heeft en die je door gaat sturen hopelijk. Ik wens je bovenal gezondheid. Dat is het belangrijkste dat we allemaal nodig hebben. En fantastisch bedankt dat we dit samen hebben mogen doen. Ik vond het ook leuk. Oké. En dan tenslotte, kijk vooral goed even zo nog naar de outro, want daar staan dus die 3 websites rustig op. Pink.nl, volgend jaar mei weer. Peter van Linkdonk. .tumblr.com en www.storytellersforyou.com. Het staat rustig. Ik bedank jullie hartelijk wederom voor het kijken. Het gaat je goed en graag tot de volgende keer.